Een meerderheid in de Rotterdamse gemeenteraad is tegen het kabinetsplan om alle coffeeshops dicht bij middelbare scholen te sluiten. Volgens de PvdA, Leefbaar en GroenLinks werkt de maatregel het dealen op straat in de hand en neemt de overlast toe. Maandag maakte het CBS bekend dat 12 coffeeshops in Rotterdam minder dan 350 meter van een school staan en dat mag niet volgens het kabinet. Oud-burgemeester Verwe van Schiedam klaagt 2 Bing-onderzoekers aan bij de accountantskamer wegens onjuiste berichtgeving aan de media. Verwe eiste voor publicatie van het vernietigende rapport over haar integriteit inzage, waarop de onderzoekers beweerden dat ze al bijna het hele rapport had gezien. Maar na publicatie ontdekte Verwe dat dat niet het geval was. Daarnaast verwijt Verwe het bureau onjuistheden te hebben verteld. Een 28-jarige motorrijder uit Rotterdam is gewond geraakt bij een aanrijding op de Koedood in Barendrecht. Een automobilist reed achteruit van zijn garagepad af en zag 3 motorrijders mogelijk over het hoofd. 2 van hen konden de auto ontwijken, maar dat lukte de derde niet. De man is met bekkenletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ja, vanmiddag en vanavond is het onstuimig en nat in het Rijnmondgebied. Langdurig regen, vanavond pittige buien, dan ook kans op zware windstoten tussen 75 en 100 km per uur. De wind gaat toenemen tot krachtig of stormachtig aan zee, windkracht 6 tot 8 en het wordt tenslotte vanmiddag ongeveer 18 graden.